De mijnenjager heeft met haar sonar onder water een contact opgespoord. Vermoedelijk een mijn. Onmiddellijk worden duikers ingezet voor een nader onderzoek en voor het eventueel onschadelijk maken ervan. Wat is de duindiepte? Bro, wat is de kaartdiepte hier? Kaartdiepte 16 meter. De Diabolo, dat is een soort sonarreflector met anker, wordt gebruikt om de rubberboot naar het contact te leiden. Rubberboot komt te laten. Rubberboot te laten. Diabolo 6 voet boven de bodem, uitstoom in de pijlingslijn. Stoom uit in de pijlingslijn. Daldaf. Centrale, hier Dinky. Centrale. Duiker daalt af. Daalt af. Maar dan blijkt het contact in dit geval geen mijn te zijn. Het is alleen maar een nonchalant overboord gezette of overboord geslagen olietrum. Marineduikers worden ingezet bij een onderzoek naar de oorzaak van een scheepsramp. Kom even mee, dan zal ik de positie van het vak laten zien. We gaan hier zo langs, ook buiten, langs de verkenning stond van IJmuiden. We gaan daar rechtstreeks naar die eerste boei. En hier is het vak. Okay. Ja. Op 26 maart 1978 vergaat het motorschip Elbe ten noordwesten van Texel. Uit voorzorg, omdat het schip op vrij grote diepte ligt, wordt de recompressietank in gereedheid gebracht. Ook wanneer een duiker door onvoorziene omstandigheden gedwongen zou zijn om snel naar de oppervlakte te komen, dan zijn in ieder geval zijn veiligheid en gezondheid gewaarborgd. Geen enkel risico wordt genomen bij het uitvoeren van welke opdracht ook. Ja, oké, te water.
Marineduikers zijn mensen die anders willen werken dan anderen. Ze zoeken het gevaar niet op, juist omdat ze met die stille gevaren vertrouwd zijn. Daarom kunnen ze hun taak dan ook onder alle omstandigheden, hoe zwaar, hoe moeilijk en soms onaangenaam ook, overal en altijd aan. Want juist die ondoorgrondelijke diepte van de zee, dat element waarin het leven zich heel anders afspeelt dan waar ook, daar voelen de duikers van de Koninklijke Marine zich thuis.